Jan Watjes. Ik ben een schilder. Ik houd mij voornamelijk bezig met de liefde voor de schilderkunst. Zoals de tentoonstelling ook al aangeeft, de schilder, de werk en het atelier zijn thema's die mij allemaal interesseren. Maar ik denk voornamelijk dat ik er ooit door ben geboeid. Misschien omdat mijn vader kunstenaar schilder was, veel verf had in huis. Dus dat zijn de geuren, het materiaal zelf. Wat me heel fascineert is de textuur op doek. Wat ik bij heel veel kunstenaars, bij andere kunstenaars heel erg interessant vind. Dus ik wil dat in stand houden, ik wil het dan doen. En daarvoor verwijs ik ook heel erg naar die kunstgeschiedenis, vooral de schilderkunst. Nou, Courbet, hè? Het schilderij van Bonjour Monsieur Courbet, de Bohemien, zeg maar, die door de Weidse landschap loopt en de rijke heer eigenlijk met bediening begroet hem. En hij loopt eigenlijk met zijn opgeheven hoofd door het landschap heen, want hij mag overal naartoe waar hij wil, met zijn schildersgrof. Dus ik ben nu met een serie bezig, ook dat heet Hello Mr. Watjes, of daar had ik al eerder in 2010, dus dat is al 2 jaar geleden, geschilderd. En daar kom ik eigenlijk nu een beetje op terug. Ja. Ik wil altijd iets van het moment, ik wil altijd iets wat er altijd al is. Ik kijk graag naar anderen, dus ik verhoud me tot anderen. Wat ik heel erg bij mijn voorgaande schilderij heb gedaan, de Artistic Family Series of de Statue of the Painter, dat ik schilders op mijn voetstuk zette, voorbeelden, inspiratiebronnen. En Roger Federer is natuurlijk een groot, is nummer 1 van de wereld in de tennissport. Wordt eigenlijk door iedereen gezien. Daar zie ik dus vergelijking in. En ik vind het ook grappig dat het begon eigenlijk ook bij de fascinatie van een tennisbaan. Tennisbaan is heel erg omlijnd en heeft een kader, zoals een canvas dat ook heeft. Dus je gaat door je fascinaties waar je niet altijd de vinger op kan leggen, zie je op een gegeven moment wel waarom je ook iets interessant kan vinden. Omdat het gewoon heel dichtbij ligt soms. En eigenlijk als je het centrum van het tennisveld van bovenaf ziet, dan heb je, bestaat het uit 8 vlakken. Maar de middelste 4 zijn eigenlijk al een spieraan van een kant. Ja. Ja.